je kijkt en welkom op mijn beautykanaal Beauty by S. Vandaag weer een gloednieuwe video die ik opneem vanuit Frankrijk, want daar ben ik nu op vakantie. En ik had mijn film equipment meegenomen om wat te filmen, want ik kom er bijna niet aan toe als ik thuis ben. Wat ik heel erg jammer vind, want ik vind het echt super leuk om te doen. Dus ik hoop dat ik het nu weer een beetje wat meer kan oppakken en wat meer filmpjes kan uploaden op mijn YouTube kanaal. Ik ga proberen om dat weer wekelijks te doen. In ieder geval, waar gaat mijn filmpje vandaag over? Over brandnetelthee. Hoe helpt het je bij afvallen? En waarvoor is brandnetelthee allemaal goed voor? Ik drink het nu alweer een aantal maanden. En ik merk het gewoon echt aan hoe ik me voel en mijn lichaam. En ik wil dit graag met jullie delen. Dus ben je nieuwsgierig, blijf dan vooral kijken. Brandnetelthee, werkt het bij afvallen? Ja, sowieso. Waarom? Omdat het stimuleert je spijsvertering, wat heel erg goed is voor je vetverbranding. En het is een goede stimulans voor je metabolisme. En waarvoor het ook heel erg goed is sowieso, is voor mensen die veel vocht vasthouden. Dus als je bijvoorbeeld sowieso als je uit de narcose komt, is het heel erg goed. Want dan wil je eigenlijk ook detoxen en ontgiften. En je gaat heel veel plassen als je brandnetelthee drinkt. Dat ga je echt sowieso ook echt merken. En dan plas je eigenlijk al je gifstoffen er eigenlijk uit, afvalstoffen. Dus sowieso is het heel erg goed om te drinken als je uit de narcose komt, of om te detoxen of om te ontgiften. En het is heel erg vochtafdrijvend. Dus als je dan bijvoorbeeld veel vocht vasthoudt, dan werkt dat ook weer heel erg goed om dat allemaal uit je lichaam te spoelen. En waarvoor is brandnetelthee ook heel erg goed? Het is heel erg goed voor je huid. Als je last hebt van acne, psoriasis of eczeem, werkt heel erg goed om eigenlijk vanuit binnenuit je huid ook weer te detoxen of te ontgiften. Veel brandnetelthee op een dag kun je drinken. Sowieso is het heel erg goed om 's ochtends met één kopje brandnetelthee te beginnen. Je moet wel even wennen, vind ik, aan brandnetelthee. Hij wordt ook heel snel sterk, dus ik laat het theezakje er altijd maar heel eventjes in zitten. En dan kleurt hij al heel snel donker en dan haal ik hem nu weer uit. Je kunt er altijd een beetje citroen aan toevoegen om de smaak wat frisser te maken. Of een beetje honing. Maar honing is ook weer suiker, dus citroen is heel erg goed. Citroen helpt ook weer erg goed om je vet te verbranden. Dus dat kun je eraan toevoegen. Begin 's ochtends met één kopje brandnetelthee, maar je kunt er sowieso 3 of 4 per dag drinken. Ga nou niet overdrijven, want brandnetelthee is ook heel erg vochtafdrijvend. En het is heel erg belangrijk dat je sowieso 1,5 tot 2 liter water of vocht drinkt. Dus niet alles zeg maar eruit plast, want brandnetelthee zorgt er ook weer voor dat je heel veel eruit plast. Dus je moet niet overdrijven en 1,5 liter of 2 liter brandnetelthee drinken, want dat is dus weer niet goed. Je kunt brandnetelthee zelf maken of je kunt het gewoon kopen in de winkel. Ik koop het gewoon in de winkel. Je kunt losse brandnetelthee kopen of gewoon in zakjes. Ik koop het gewoon lekker simpel in een zakje. Natuurlijk ook groene thee is sowieso ook goed voor vetverbranding. Alleen in groene thee zit cafeïne en in brandnetelthee niet. Cafeïne zorgt er ook weer voor dat je heel erg wakker wordt. Dus ik drink de laatste tijd eigenlijk bijna niet meer echt groene thee. Misschien 1 kopje of 2 kopjes per dag. 'S Ochtends dan. Maar eind van de middag of in de middag al helemaal niet meer. Ik drink eigenlijk alleen maar brandnetelthee of venkelthee. Maar eigenlijk bijna geen groene thee meer. Maar het is wel ook goed bij vetverbranding. En ik vond het wel leuk om met jullie te delen. Omdat ik heb gezien dat mijn filmpje over appelazijn, hoe dat werkt met afvallen, voor mij en überhaupt in het algemeen best wel veel goed bekeken is, dacht ik, ik ga dit filmpje ook even voor jullie opnemen. Want ik drink nu best wel veel brandnetelthee en ik merk het wel echt dat je sowieso ga je heel veel plassen ervan. Wat soms irritant kan zijn, maar ik vind het ook wel weer lekker gevoel dat al je afvalstoffen zich maar gewoon lekker uitplast. Maar ik merk het ook gewoon omdat ik het combineer met appelazijn. En ik merk het gewoon aan mijn buik. En dat ik gewoon minder opgeblazen gevoel heb. En dat heb ik ook met het drinken van appelazijn. Dat zorgt er ook voornamelijk dat het je spijsvertering op gang brengt. En stimuleert heel erg goed. En dat doet dus brandnetelthee ook. En het is eigenlijk ook heel goedkoop. Je kunt het overal kopen. Volgens mij zelfs ook gewoon bij de Albert Heijn. Ik gebruik het bij de tuinen. En ik drink hem nu van Jacob Hooy. Maar in principe is elke brandnetelthee goed.
en werkt eigenlijk hetzelfde. Dus dit was eigenlijk mijn filmpje over brandnetelthee. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken en dat je het leuk vindt om ook te gaan drinken. En let me know wat je ervan vindt of wat jouw ervaringen ervan zijn. Het kan zijn dat ik iets vergeten ben om te zeggen in het filmpje. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk filmpje vond. En vergeet dan niet te liken en me te volgen op mijn Instagram beauty.by.s. En natuurlijk te abonneren op mijn YouTube kanaal. En ik ga jullie beloven, serieus, dat ik wat vaker filmpjes ga posten. Of in ieder geval ga uploaden. Ik hoop dat ik het weer wekelijks ga doen. Ik wil het niet te snel beloven, maar ik hoop dat ik er wat meer tijd voor kan vrijmaken. Bedankt voor het kijken en ik hoop je volgende keer weer te zien. Ciao!